De resultaten Fiscal Space Study for Health in Suriname gepresenteerd. De resultaten van de Fiscal Space Study for Health in Suriname, die in 2018 werd verricht door de international consultant Health Economic Juan Pablo, werd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid en de PAHO gepresenteerd aan belanghebbenden. Deze presentatie vond plaats op vrijdag 7 april 2019 op Wereldgezondheidsdag. De Fiscal Space Study geeft verder ideeën en aanbevelingen voor wat Suriname en het ministerie kunnen doen om minder uit te geven aan de gezondheidszorg, zodat er minder zwaar wordt gedrukt op het budget. Minister Antoine Elias gaf aan dat de fiscale ruimte meer moet worden benut om extra financiën voor de gezondheidszorg te genereren. Daarbij zei hij dat er meer moet worden geïnvesteerd in de zorg om te voorkomen dat mensen zoveel zorg nodig hebben. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.